De Waard op je beeldscherm. Welkom bij weer een nieuwe video en vandaag ga ik je alles over een power rack vertellen. Welke soorten er zijn, waar je op moet letten, wat ik ervan heb geleerd toen ik ze heb gekocht. Ik heb er namelijk 2. En ik ga je gewoon echt alles vertellen over een power rack, zodat als je deze video hebt gezien, je precies weet waar je op moet letten, welke soorten er zijn, etc. Komt-ie! Ik heb deze video opgedeeld in 5 hoofdstukken die ik je nu in beeld ga laten zien. In de videobeschrijving staat exact hetzelfde en daar staat een timestamp voor. Dan kan je op dat tijdstip klikken en dan spring je gelijk naar dat hoofdstuk toe, zodat je de informatie makkelijker kan vinden en je ook een deel van de video kan skippen indien nodig. Laten we gaan beginnen. Hoofdstukje nummer 1, welke soorten bestaan er? Ik heb alles ondergedeeld in 5 hoofdstukjes, in 5 soorten power racks, Schmidt machines, etc. Ik kwam er net achter dat ik eigenlijk 6 heb. De power rack is 0. Dat heb ik eigenlijk bewust gedaan, want deze video gaat natuurlijk om de power rack, de power cage. En ik vergelijk de rest met de power cage. Nummer 1, een half rack. Ik zal bij elk hoofdstukje, elke soort ook even een fotootje in beeld laten zien. Nummer 1, een half rack. Wat zijn de voordelen daarvan? Hij neemt minder ruimte in beslag. Er zitten langere J-hooks op, langere steunen. De prijs natuurlijk, hij kost iets minder als je hem vergelijkt met een power rack. Het nadeel vind ik dat er kan wel een pulling machine op. Zo'n LED pulldown. Zal ik ook even een beeld laten zien trouwens. Die kan er wel op, alleen dat is optioneel en kan niet bij alle modellen erop. En dat vind ik persoonlijk toch wel een must die je eigenlijk moet hebben. Als je een squat uitvoert in zo'n half rack, ik heb er eentje beneden staan. Als ik daar 2-3 stappen achteruit zet, moet ik niet al te grote stappen zetten. Omdat ik anders kans heb dat ik met mijn barbel achter de J-hooks kom. En dat wil je niet hebben natuurlijk, want dan hebben de J-hooks totaal geen nut. Dat was even wennen van mij, maar is nou niet echt dat je zegt dat stoort gigantisch. En de belastbaarheid, over het algemeen over een half rek, niet altijd kan die evenveel belast worden als een normale power cage, een normale power rack. En dan voornamelijk natuurlijk J-hooks, de lange steunen. Het is natuurlijk logisch dat als jij je barbel op het uiterste puntje van de J-hoek legt, dat hij natuurlijk wat naar beneden kan gaan hangen en dat daar meer kracht op vrijkomt en dat je daardoor minder gewicht erop kan leggen. Hoeft misschien niet al te storend te zijn voor jou, afhankelijk van hoe je traint natuurlijk. Als je een powerlifting doet, is het natuurlijk een heel ander verhaal voor dan als je aan bodybuilding bijvoorbeeld doet. Nummer 2, dat is een wallrack. Dat kan ik een fotootje laten zien. Tegenwoordig heb je daar hele mooie voor. Vandaar dat er staat ruimte. Je hebt hele mooie, je hebt standaard modellen, maar je hebt ook een opvouwmodelletje. En dat is natuurlijk echt ideaal als je niet al te veel ruimte hebt. En ja, die zou je nog een overweging kunnen nemen. Hij is ook zeker goedkoper. Die kost even uit mijn hoofd 200, 250 euro, zoiets, een dingetje. Het nadeel is natuurlijk weer, je kan er geen poelie bij doen. Dus ja, goed, je zou kunnen zeggen, ik train zonder poelie als je dat... Als je denkt, ik heb die niet nodig, maar het zou het kunnen. En als je hem wel later een poelie bij gaat kopen, dan heb ik zoiets van, ja, dan heb je dus 2 aparte toestellen. Neemt alsnog evenveel ruimte in als 1 normale power rack. Dus dan is het zonde. En de belastbaarheid is wel een dingetje. Natuurlijk, als die machine uitvouwt, dan zitten er hier en daar wat scharnierpunten. En die kunnen natuurlijk echt wel gaan slijten. En die verbindingen zijn natuurlijk veel minder stevig dan wanneer je een normale power rack gebruikt. Dus die zijn ook minder stevig. Staat natuurlijk allemaal in de specificaties van de fabrikant en van de persoon die hem verkoopt. Nummer 3 is een squat rack. Dat is wat anders als een power cage of een power rack. Die zal ik nu in beeld laten zien. Het voordeel daarvan is de prijs. Ze kosten echt heel weinig. Misschien zelfs voor onder de 200 euro zelfs. Dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Een nadeeltje vind ik de stevigheid. Vooral het staal is ook erg dun. En dan komen we gelijk bij punt 2 aan. Waar staat slijtage barbel. Er zitten van die haken op waar je je barbel natuurlijk in kan leggen. En dat metaal dat is heel dun. En vooral als jij, je ziet het in mijn vlogs ook wel eens, als ik aan het bankdrukken ben of aan het squatten. Ik draai een paar keer aan de barbel. Dan kan zeker je grip die op je barbel zit, die kan er zeker door geslijten. En die gaat eigenlijk verdwijnen. Dus dat is wel zonde natuurlijk. Zou ik hem daarom niet aanraden, moet ik wel toegeven dat je voor 400 euro je echt wel een goed squat rack hebt. Alleen het nadeel is natuurlijk, als je toch al 400 euro uitgeeft,
Geef dan 100 of 200 euro meer uit, zodat je een degelijk power rack kan kopen. Omdat je daar in de toekomst toch meer aan hebt. Dus eigenlijk een betere investering. Dan gaan we daarna door naar een Smit machine. Een Smit machine is in mijn ogen gewoon bullshit. Tenzij je personal trainer bent, misschien met 65 plus traint en je echt specifiek wilt gaan trainen, dan zeg ik oké. Maar als jij, ik ga ervan uit dat je een leek slash beginner bent die voor het eerst zo'n rek wil gaan kopen. Een Smit machine, gewoon vergeten, is in mijn ogen en in heel veel mensen in andere ogen ook niks positiefs aan. Als laatste puntje heb ik een krachtstation. Daar heb ik geen voor- en nadelen bij beschreven, bewust. Een krachtstation heb je echt in hele vele soorten en maten. Ik zal 1-2 foto's laten zien. En het gaat ook dus niet voor al deze krachtstations. Het gaat ook niet alle informatie op die ik nu vertel. Maar wat ik wil zeggen met een krachtstation is dat de kracht van een krachtstation is ook gelijk zijn zwakte. Een beginner die ziet dat station en die denkt, zo, dat is handig. Weet je, daar zit alles op. Er zit een poelie bij, er zit misschien wel een bankje bij. Er zit soms een smitmachine in, een barbel die vast blijft in een geleiderrail. Je kan optrekken, er zit een stapeltje met gewichten bij. Het lijkt helemaal compleet. En dan kijk jij als leek zijnde naar een power rack. En dan denk je, ja, dat zijn 4 stalen buizen met 2 pinnen. En je kan er een barbel in leggen, dat is het. Het zegt je niks. Maar dat komt omdat je waarschijnlijk nog niks erover weet en je niet weet wat voor oefeningen er bestaan en hoe je eigenlijk met een barbel moet trainen. En dat is dus een beetje het riskante. Sommige mensen kopen dan zo'n krachtstation en dan kunnen ze een tijdje vooruit en dan gaan ze het sporten leuk vinden. En na een halfjaartje, misschien een jaartje, hebben ze zich lekker verdiept, lekker op internet lopen lezen. En dan kijken ze na dat jaartje, kijken ze weer eens een keer terug naar het power rack met die 4 stalen buizen. En dan denken ze, zo, dat is eigenlijk zo'n simpel apparaat. Alleen daar kan ik eigenlijk alles in. En omdat je dus meer weet, kan je dus telkens zien van, oké, ik kan eigenlijk des te minder met het krachtstation wat ik een jaartje geleden heb gekocht. Daarbij komt dat die machines, je hebt ze, ja, wat zal het zijn, misschien vanaf 1000 euro. Maar je hebt ze ook voor 25, zeker 3500 euro. Echt gigantische prijzen. Terwijl eigenlijk, ja, voor de helft, dat wil zeggen voor de helft, voor misschien wel voor 4 keer minder, heb je gewoon een hartstikke degelijk power rack. Dus verdiep je eerst een beetje in de oefeningen. Kijk daarna eens wat je in een power rack kan, zodat je niet een miskoop gaat doen met een krachtstation. Hoofdstukje nummer 2. Waarom kopen we een power rack / power cage? Je kan er eigenlijk alles mee. Als jij een setje dumbbells hebt en een barbell, kan je ieder lichaamsdeel trainen. Heel veel beginners denken nog wel eens van, ja, je hebt voor je benen heb je een leg press nodig. Voor de triceps heb je per se een EZ bar nodig. Ja en nee, natuurlijk. Maar alsnog kan je met een barbel en een dumbbell gewoon alles trainen. En dan niet normaal alles trainen. Je kan hartstikke goed alles trainen. Daar zijn ze namelijk voor uitgevonden en voor bedoeld. Dus ja, waarom zou je meer geld uitgeven dan nodig is? Nummer 2 is uitbreiden. Denk je nou van, ik kan er niet alles mee trainen? Zijn er altijd nog attachments, allemaal dingen die je erop kan doen. Je kan andere J-hooks kopen met een rubber penningje. Je kan een pulley kopen. Als je een bankje hebt, er bestaan ook bankjes waar je dan weer een bicep curl attachment op kan doen. Van die kussentjes. Je hebt bankjes met leg raises erop, etc. Dus niet alleen dus voor de power cage, maar ook voor het bankje kan je ook uitbreiden. Dus mocht je daar heel erg op happen en heel erg denken van, nou, ik wil meer, kan dat altijd. En dat kan niet dus, dat kan niet altijd met alle machines. Zeker niet met het welbekende krachtstation waar ik het net over heb gehad. Nummer 3 is alleen. Je kan alleen trainen. Ja, dat kan met meerdere machines ook. Alleen kan het in alle machines veilig. Ja, natuurlijk als je gewoon wat aan je lichaam wilt doen en je wilt niet al te serieus sporten en je traint niet al te zwaar. Tuurlijk, dan kan je in principe overal veilig trainen. Alleen de safety pins die in een squatcoy zitten, die zijn echt wel van essentieel belang. En je kan dan ook zwaar trainen. En dat is soms nog wel nodig, zeker als je serieuze harde progressie wilt maken. Gaan we door naar hoofdstuk 3. Waar moeten we op letten wanneer we een rek kopen? Dit heb ik in willekeurige volgorde neergezet. Nummer 1 is natuurlijk het allerbelangrijkste. De afmetingen mag voor zich spreken. De mijne is, standaard zijn ze ongeveer 1,20 meter, 1,30 meter breed. Een tipje wat ik daarmee wil meegeven is dat, mijn barbel staat hier even niet, maar ik pak even mijn EZ bar. Het klinkt heel dom, maar
1,20 meter, 1,30 meter, dat deze afstand van je barbel ook 1,20 meter, 1,30 meter is. Waarom zeg ik dat? Ik had namelijk op internet 6 jaar geleden een barbel gekocht. En die paste daar dus niet tussen. Als leek maak je nog wel eens een foutje. Dus die kom weer terug. Was natuurlijk hartstikke zonde. Dat heeft me geld gekost. De diepte. Diepte, breedte, net hoe je het wil zien. Ik zal even een stukje filmen. Dat is bij mij 66 centimeter. Als ik squats doe of een andere oefening, de uitstapruimte is gewoon voldoende. Ik heb daar eigenlijk helemaal nooit last van. Schiet me nog een dingetje te binnen, maar dat zal ik zo zeggen. De hoogte van de pulley die er bij mij op zit, die zit op 2,7 meter. Ik ben zelf 1,90 meter. Ik kom uit de bouw. En je weet dat, dan weet je dat de bovenverdiepingen standaard 2,40 meter zijn en de benedenverdiepingen 2,60 meter. Ik ga er niet van uit dat jij een squatkooi in je huiskamer hebt staan of hem daar wilt gaan neerzetten. Sommige mensen misschien wel, maar... in ieder geval, 2,40 meter betekent dat ik 30 centimeter over heb als ik een pull-up doe. Is voor mij perfect, maar goed, ik kan natuurlijk niet mijn benen laten hangen en laten zwengen. Die moet ik natuurlijk intrekken. Het dingetje wat mij te binnen schoot is, ik zal het even filmen ook. Dat als je een beginner bent, dan schud je nogal en dan stabiliseer je nog niet zo goed. Dan heb je wel eens kans dat als je barbel tussen de squatkooi zit, dat de gewichten links en rechts tegen de squatkooi aankomen. En dat kan best vervelend zijn. Dus als je de ruimte hebt, zou ik adviseren om een bredere barbel te kopen. Die van mij is, dat is geen officiële. Dit is mijn oude barbel, die is 1,80 meter. En een standaard barbel afmeting is 2,20 meter. En dan heb je aanzienlijk meer ruimte. Nummer 2 is opslag. Het is natuurlijk hartstikke belangrijk dat je je gewicht natuurlijk ergens op kan bergen. En je hebt nog wel eens een squatkooi en er zitten van die pinnen aan. Die zal ik even, ik zal die van mij beneden even filmen. Daar kan je je gewicht aan ophangen. Ten eerste wordt hij daar natuurlijk stevig van. Dat is natuurlijk ook echt heel lekker. En ten tweede is het, ja, soms zijn die 100 euro duurder, die kooien. Maar je voelt hem al aankomen. Kooitje wat ik hier heb staan om mijn gewicht op te slaan, die zijn ook vrij duur. Dus vergis je daar vooral niet in. Je kan beter zeggen van, mijn voorkeur gaat uit naar kopen een squatkooi waar alles al op zit en waar je gewoon alles op kan slaan. Want sowieso wordt het steviger, meestal is het niet heel veel duurder. Daarna ook nog eens een keer op hoogte, kan ook nog eens een keer makkelijker beet pakken, etc. Het is echt veel fijner als je er helemaal aan bent gewend en het is natuurlijk nog ruimtebesparend ook. Volgende is afleghaken. Ik zal die voor mij even filmen, dat is rond staal. Zo heb ik het maar genoemd. Zijn er nadelen aan? Ja en nee. Je kan, als je net zoals mij bijvoorbeeld met een bankdrukker rolt, dan kan natuurlijk de grip van je barbel, die kan wat minder worden. Is bij mij niet echt heel erg het geval. Maar als je dit natuurlijk heel vaak doet of je automatisme van maakt, kan dat gaan slijten. De tweede soort afleghaak, dat is een J-hoek. Dat is, zal ik ook weer een fotootje laten zien, een soort haak en daar zit tevens een rubber padding tegenaan. Dat is ideaal, daar kan je gewoon je barbel tegenaan lopen, laten zakken, beschadigt ook je kooi niet. Is echt heel lekker, die zijn apart los erbij te kopen, moet ik ook nog een keer gaan kopen, want op deze kooi passen ze niet, degene die ik had gevonden, maar dat ter zake. En dan kom ik aan bij het laatste hoofdstukje, dat is passen natuurlijk, ze moeten natuurlijk passen zoals ik net zeg. Kooi, belastbaarheid. Wat ga je doen? Ga je powerlifting doen? Ga je strongman doen? Ga je bodybuilding doen? Het is natuurlijk belangrijk dat de kooi goed belastbaar is. Mag voor zich spreken. Dan heb ik het over doelen. Safety pins en pulley. Let dan, heel vaak zijn fabrikanten een beetje sneaky. Die zetten dan, ja, hij is belastbaar tot 400 kilo. En dan zie je bijvoorbeeld de safety pins, de afleghaken, die zijn dan maar belastbaar tot 300 kilo. Dat is nog natuurlijk een gigantisch gewicht. Maar dit kan nog wel eens een beetje fluctueren. Gaten. Ik weet niet of het een officiële benaming heeft, maar de gaten in de kooi, die moeten natuurlijk op een lekkere hoogte zitten, laten lekker veel in zitten. Schiet me wat te binnen, ik weet dat er een sportschool bij ons in de buurt zit. Daar heb je ook de gaten zitten en die komen niet helemaal tot onderaan. Dus wanneer je wilt gaan bankdrukken, geloof het of niet, kan je gewoon de safety pins er niet in doen. Dus let er niet alleen op dat ze onder zoveel centimeter zitten, gewoon lekker dicht op elkaar. Maar let er dus ook op dat ze helemaal tot beneden gaan, zodat je die pins ook lekker laag kan doen. En tevens ook, ik ben 1,90 meter zoals ik net zei, dan wil je ook lekker hoog hebben. Wanneer je bijvoorbeeld overhead presses wilt gaan doen, of je wilt overhead presses een variant op gaan doen, net vanaf de voorhoofd, om daar meer kracht in te genereren, etc. Dus ze moeten lekker laag, lekker hoog zitten. Uitbreidingen.
Kan voor sommige mensen belangrijk zijn. Dips, een landmine, een powerband, attachment, zulke soort dingen. Kan je overwegen van heb ik dat nodig, ja of nee? Let daarop. De pull-up. Net had ik het natuurlijk over de pull-up attachment. Ik kijk een beetje daarin, want ik sta tegen mijn kooi aan te kijken. Grepen. Dat is natuurlijk belangrijk. Ik heb beneden in mijn andere ruimte, die zal ik ook even filmen, heb ik een hele lekkere pull-up. Daar zit in het midden zit daar niks. Dus als ik daar mezelf optrek, dan kan ik gewoon met mijn kin, et cetera, alles, kan ik daar tussendoor. Dat is echt gigantisch lekker. En als ik hierboven, die zal ik ook even filmen, heb ik allemaal verschillende grepen. Kan ik wisselen. Dat heeft voor mij niet echt heel veel meerwaarde. Als ik alles weer opnieuw zou moeten kopen, zou ik sowieso zeggen van, koop de pull-up waar in het midden niks zit. Dat vind ik belangrijker als dan dat je verschillende grepen gebruikt. Zeker als je een mede in combinatie met een LED-pulling machine, kan je natuurlijk ook grepen doen, etc. De safety bars. Die ronde stalen pinnen. In mijn geval is die rond. En ik heb natuurlijk ook een balkenmodel. Die zal ik ook alle twee zo in beeld laten zien. Je hebt de normale, wat ik noem, ronde. Daar kan ook weer, als je veel rolt, kan de grip kapot gaan. Het voordeel vind ik, zowel bij het balkmodel als bij de ronde, dat je er rekpulls vanaf kan doen en allerlei andere oefeningen. Het voordeel van de balk is natuurlijk dat daar een stukje rubber in zit en dat je best wel lekker kan rollen met de barbel. Alleen het nadeel ook weer van dat rubber is dat, stel je voor, je squat of je bank drukt en het gewicht is zwaar, je zet hem een beetje ruig terug, dat je bijvoorbeeld de barbel een beetje 10 centimeter naar rechts toe legt of 5 centimeter naar links. En dan moet je daarna, als daar 150 kilo op ligt, moet je hem een beetje omschuiven of weer even optillen. Dat is heel vervelend. Je hebt bij powerlifting wedstrijden, heb je afleghaken en daar zit een rolletje in, zodat je de barbel vrij kan bewegen. Moet ik heel eerlijk toegeven dat ik ze nog niet heb voorbij zien komen voor de normale consument, zeg maar. Want die apparaten zijn gigantisch duur. Die gaan de tweedehands 2500. Sowieso wel. Die zou ik best nog wel eens een keer willen vinden. Dus als jij toevallig die een keer bent tegengekomen, post even een link hieronder. Zou ik hartstikke mooi vinden, want dan koop ik ze direct. De laatste variant daarop zijn straps. Ja, nee. Het is natuurlijk hartstikke goed voor je barbel. Sowieso voor het rollen. Wat ik net al zei, stel je voor, je houdt een squat een keer niet en hij valt. Dan vangen die straps, die vangen hem lekker op. En blijft je barbel hopelijk heel. Het nadeel daarvan is natuurlijk weer dat je, je kan wel rekpulls doen, natuurlijk. Want dat kan je natuurlijk met de afleghaken doen. Maar niet vanaf de stangen. Is het een heel groot probleem? Nee, is ook wel weer op te lossen. Dus straps zouden zeker de voorkeur hebben. Maar over het algemeen zijn die apparaten wat duurder. En als je net begint met fitness, net zoals dat ik een aantal jaar geleden begon, dan begin je altijd klein en dan koop je dat waarschijnlijk niet. Mocht ik het nou opnieuw kiezen? Ja, koop ik ze. Laatste puntje, overige, is montage. De kooi die hier voor mij staat in mijn binnensportruimte, die staat niet aan de grond verankerd, is niet nodig. Ik heb beneden mijn halfrek en die heb ik wel lekker vast kunnen zetten in mijn powerliftvloer, in mijn gewichtheffvloer. En dat is wel echt hartstikke lekker, staat lekker stevig vast. We gaan door naar het volgende hoofdstukje. Dan kom ik aan bij de LED-pulley. Ik heb hier bewust even een apart hoofdstukje voor gemaakt, omdat ik het echt, zoals je waarschijnlijk al door had, vind ik het echt een must. Het is ook gewoon zonde als je een kooi koopt en je later denkt, nou, ik zou toch wat meer willen en hij zit er niet op. En dat is, ja, dat zou gewoon zonde zijn natuurlijk. Dus om mijn vraag te beantwoorden, must, vraagteken. Vind ik persoonlijk een must. Nummer 2 is soorten. Je hebt natuurlijk, als je de kooi hebt gekocht en hij kan er niet op, heb je losse soorten. Je hebt soorten die je aan de muur kan neerzetten. Je hebt soorten waar al een stapel op zit. Zijn vrij dure machines, dus is het dan ook weer zonde van je geld natuurlijk. Ik ben niet fan van de stapel. Koop er gewoon eentje waar je losse gewichten op kan doen. Kan je alle gewichten die je toch al moet kopen lekker overal gebruiken. Kan je half kilo's gebruiken. Kan je lekker precies zijn, et cetera. Is veel beter. Je hebt natuurlijk zoals de mijne, die vast zit op de cage. Ze verkopen toevallig mijn kooi, verkopen ze ook los. En dan kan je de pulley er later bij komen. Als je nog niet genoeg geld hebt bijvoorbeeld, kan je dat altijd nog overwegen. Zou ik dus sowieso ook doen. Verstelbare, dat is altijd nog een droom van mij. Misschien nog een extra tipje te binnen. Die van mij kan je zowel en boven gebruiken en onder. Dus je kan bijvoorbeeld seated rows doen, maar je kan ook bijvoorbeeld led pulldowns doen.
En je hebt natuurlijk verstelbare. Dat zie je vooral bij de duurdere poelies. Sowieso en de machines. En af en toe ook de krachtstations zie je ze ook bij. Maar die zijn allemaal hartstikke duur. Misschien heb je het in de sportschool ook wel eens gezien. Dan bij mij zitten ze zoals ik liet zien boven en onder vast. Die kan je nog verstellen met een pin. Zodat je vanaf iedere hoogte naar jezelf toe kan trekken. Lijkt me, trouwens lijkt, weet ik, dat dat heel heerlijk is. Daar heb ik vaker mee getraind. Een cable crossover heb je ook nog. Voor bijvoorbeeld standing flies, etc's, etc. Is natuurlijk, als je er de ruimte voor hebt en je koopt zo'n gigantische squatkooi of een aparte machine, verkopen ze ook. Dan is dat natuurlijk ook hartstikke ideaal. Daarvoor in de vervanging kan je ook twee losse katrolletjes kopen, ergens aan het plafond ophangen en dat doen. Vind ik ze ideaal? Mwah, niet echt. Het lijkt me niet echt kwaliteit. Zou het nog kunnen overwegen als je daar de ruimte voor hebt. Maar de meeste mensen hebben dat helaas niet in Nederland. Nummer 3 zijn repen. Ga ik niet op in. Je hebt zo honderdduizenden soorten grepen. Ja, daar kan ik nog wel een heel hoofdstuk over beginnen. Grepen laten bijkopen. Je krijgt altijd een setje bij meestal. Daar heb je 100.000 soorten van. Belastbaar, dan gaat het natuurlijk niet alleen om de squatcore, maar het gaat natuurlijk ook om de pulley. Hoeveel gewicht kan je er aanhangen, is natuurlijk ook belangrijk. Denk dus niet van ik doe alleen maar lat pulldowns met 40, 50 kilo. Stel je voor je doet calf raises, ja, dan is het niet zo gek als je daar misschien je lichaamsgewicht, het dubbele van je lichaamsgewicht wel voor moet gebruiken. En als laatste hebben we nummer 5, onderdelen. Ik zal het onderdeeltje even filmen wat bij mij kapot is gegaan. Het is een soort van rubberen stop, zeg maar. Die is kapot gegaan. En dat is dan ook echt het enige van de hele machine. Meer kan er eigenlijk niet kapot gaan. Volgens mij kosten die dingen 15 euro of zo. Heb ik één keer moeten vervangen in de 6 jaar dat ik deze kooi heb. Is natuurlijk wel handig als het kan. Dus kijk daar ook naar. Een belangrijk hoofdstukje, dat is tips. In een kooi zitten natuurlijk allemaal gaten, zodat je lekker je safety pins en je afleghaken kan verstellen. Alleen je moet natuurlijk iedere training verstel je ze weer. Is het makkelijk? Wat ik heb gedaan is dat ik er nummers op heb gedaan, zodat ik weet van, oh, ik bankdruk, ik doe hem in gat 9 en in gat 3. Oh, ik squat, ik doe hem in gat 18 en in gat 6, etc. En dat is natuurlijk hartstikke handig. Of even een markering zetten met een stift of iets dergelijks. Daar ga je vanzelf gebruik van maken. Is een squatplank. Heeft niet heel veel, niet alles met de kooi te maken, maar als je squat, zoals je bij mij wel hoort zeggen in meerdere video's, zorg dat je in stevige schoenen staat, een stevige ondergrond hebt. Ik heb een speciale plank hiervoor gemaakt, zodat ik hier op mijn rubbertegelvloer alsnog een beetje stevig kan staan. Dus zorg voor een houten ondervloertje. En bij het hoofdstuk hout ondervloer aangekomen is, denk alsjeblieft na als je ergens op een zolder traint of een oude woning hebt. Zo'n kooi die weegt plus minus 100 kilo. Jezelf kan makkelijk 100 kilo wegen, is niet heel raar. En als je dan een kooi hebt waar je ook nog eens gewichten aan doet, je hangt daar nog eens een keer 100, 200 kilo aan, kan je zo 300, 400 kilo hebben op één punt. Als je dan nog eens explosieve oefeningen gaat doen, of lekker gaat power cleans of snatches of weet ik veel wat gaat doen, komt er ook nog eens lekker flinke puntdruk natuurlijk. Is het niet zo heel gek als je door je vloer heen gaat. Zeker niet wanneer je bijvoorbeeld een deadlift uitvoert van 200 kilo en er hangen redelijk smalle gewichten aan en je laat hem eens een keer vallen of je zet hem hard neer. Is het niet zo gek als je gewoon dwars door je vloer heen gaat. Je zou echt niet de eerste zijn. Als laatste heb ik beschadiging. Ik heb, moet ik heel eerlijk toegeven, dat ik niet weet hoe deze blauwe hulzen heten. Ik zie ze wel eens ergens op verpakkingsmateriaal zitten, etc. Ik weet dat ze bij de Hornbach te koop zijn. Alleen dat is een kleinere variant. En ik heb daar een keer gekeken hoe ze heten. Ik weet het nog steeds niet. Goed, als je deze dingen tegenkomt of jij weet hoe dit heet, laat even een reactie achter. Help je andere mensen weer mee natuurlijk. Dat is dat. Dat is natuurlijk als je J-hooks hebt, die afleghaken, dan zit daar een rubber padding op. Heb je dat niet, dan beschadigt dus je kooi. Ik heb dit mede verzonnen omdat ik vroeger veel calf raises deed. En dan heel de tijd langs je kooi gaat, vind ik gewoon hartstikke zonde als dat helemaal oud wordt en als dat helemaal beschadigt. En als laatste is het natuurlijk hartstikke belangrijk dat je even een kijkje neemt op mijn kanaal. Mits je nog niet geabonneerd bent, kun je je daar ook abonneren. En iedereen weer hartstikke bedankt. En ik zie jullie allemaal weer volgende week. Ciao!